De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij heeft diepe indruk gemaakt op de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Hij zei gisteren tijdens een persconferentie op het Departement van Buitenlandse Zaken dat hij ook in Suriname is om te praten over de bredere samenwerking tussen de twee naties. Wat ook zeer indrukwekkend was, waren de gesprekken met de nazaten van de tot slaafgemaakten die gisteren bij mij aan tafel zaten. Wat ik een aantal eerder had gezien, een aantal eerdere gesprekken ook heb gehad, maar ook dat was gisteren weer zeer indrukwekkend en ook verdiepend om van hen te horen hoe we nou met elkaar vorm kunnen geven aan dat zogenaamde traject na de komma en hoe we invulling kunnen geven aan maatschappelijke initiatieven en vooral ook aan educatie waar zij terecht wat mij betreft op hamerden. Hoekstra ziet veel belang in verdere samenwerking tussen Suriname en Nederland aan het traject van herstel, nu de excuses zijn aangeboden. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken van Suriname zei dat ook gewerkt wordt aan een betere samenwerking op justitieel gebied. We hebben ook gesproken over nieuwe terreinen van samenwerking, zowel op het stuk van capaciteitsvergroting, verruiming. U weet, een van de grote problemen die wij in het land hebben voor betreft de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling en de gezondmaking van de economie is onze capaciteit om uit te voeren. Onze uitvoeringscapaciteit, ook op het stuk van het schrijven van projecten, identificeren van nieuwe deelgebieden die ontwikkeld moeten worden. Ook op het stuk van de opbrengsten en de beheersing, het management van de opbrengsten uit de toekomstige olie- en gasactiviteiten. Ramdien vindt dat Suriname flink gebruik kan maken van de ervaring op het gebied van een welvaart- en stabilisatiefonds. Ervaringen rond het bedrijfsleven en exportfaciliteiten zijn ook van enorm belang.